Welkom bij de hoogtepunten. Dat was een beetje jouw weekje, Mattie. We hebben voor het allereerst op Radio Jamie gebeld. En natuurlijk jouw verjaardag. Nou, ik ben echt... Dankjewel voor dit cadeau. Echt zo tof. Ja, het zit er natuurlijk ook in. Veel plezier, zou ik zeggen. Have fun. Joe. Mattie en Marieke. Annemarie, je had Right January ingestoken op 1 januari. Dat klopt. Dat heb ik volgehouden tot en met 16 januari wel geteld. Nee, 15 januari. Want op vrijdagochtend vertrok een collega hier bij ons. Oh, en ja. En toen heeft Annie al een slokje bier. Ja, Marieke, ja. Jij gaat nog goed, toch? Denk ik? Of niet? Ook niet? Nee. Even iemand kalmeren. En dat is mijn lieve vriendin Jamie. Zij heeft bij mij de nacht doorgebracht vannacht. Hallo. Schat, je bent op de radio. Wil je dit wel? Nou, weet je wat ik zo graag wil? Naar huis. Oh nee, ben je ingesloten? Hij heeft me opgesloten. Oh. Waarom zijn we eigenlijk aan het bellen? Ben je het niet aan het oplossen, schatje? Hey. Ja. Dat is uniek, want dit is de eerste keer dat we met jou bellen, Jamie. Wat gaat er nu komen, Marieke? Ja, dat weten we nog niet. Jij hebt echt heel weinig te zeggen op dit moment. Ja, precies. Mattie, jij kent natuurlijk een kant van Mattie die wij niet kennen. Kun jij hem even op een podium zetten? Eventjes die lieve, romantische Mattie van. Nou, ik kan dat natuurlijk. Het moment is gewoon wat lastig. Ik heb nog een vraag of jullie iets willen inspreken voor Armin van Buren. Want hij gaat zijn 1000ste State of Trends presenteren. Leuk. Mattie en Marieke hier, je 1000ste State of Trends. Ja, ook spannend lijkt me, want het is nogal niet wat. 1000, dus veel succes, maar vooral heel veel plezier. Doe het meteen voor volgend jaar. Armin, je eigen politieke partij. Wat onwijs tof. Wij zien jou als minister-president. Armin, de Nobelprijs. Wauw. Hey Armin, Mattie en Marieke hier. De eerste Nederlandse DJ in de ruimte. En dat op je 91ste. Armin, we willen je nog van harte gefeliciteren met het ontsnappen van Alcatraz. Geweldig. Dat is bijna niemand gelukt en jou wel. Mijn vriendinnetje Ot en ik zijn nu op een bepaald moment in ons leven nu. Ik mag jullie vol trots vertellen dat... God merk toch dat het me raakt. Nou, kom maar, Joe. Ja, straks om 7 uur komt de stucadoor. Ja, dit is toch heerlijk. Dit is een soort, we sluiten het af. Het klushuis nadert het einde, zeg maar. Nou, ja, heerlijk. Nou. Vanmorgen kwam je ook weer met een hele doos eieren aan. Toen zei ik, waarom kom je met al die eieren naar kantoor? Toen zei je, thuis is het gas afgesloten, omdat we meeste dingen met dingen bezig zijn. Nachtwacht was ook niet in één keer klaar, hè? Nee, is ook. Als er iemand nog koffie wil, kan die persoon dan ook voor mij meenemen. Jezus. Dat is echt een... Ik dacht, je hebt hier nog een bakkie over. Nee, ik heb gewoon fucking trek in koffie. Maar ik kan niet weg. Nee, nou, ik ook niet. Ik ga zo wat zeggen tegen de mensen. Annie, je hebt nog 50 seconden. Hou even een bakkie. Ik moet hier die knop indrukken. Ja. Kijk, Jochie. Dankjewel, schat. Heerlijk. Wij vieren hier vrijdag mijn verjaardag. Ja. En ik vind het ook een beetje gênant om er continu over te beginnen. Maar ik hoor zo weinig. Het cadeau wat jij vrijdag krijgt voor jouw 36e verjaardag... Ja. Is wel iets wat jij mee naar huis kunt nemen. Wauw. Kunt consumeren. Op een voor jou enorm geliefde plek. Zo. Punt. Meer ga ik niet zeggen. Oh. Het is iets dat jou... Nee, houd hierbij. Het is jou ook niet vreemd. Oké. Okay. Het is voor jou ook een stukje... Genoeg. Ja, het is genoeg. Begin te praten, blijf praten. Straks vertel je het hele cadeau alweer. Vraagt één vinger, krijg een hele hand. Ik heb nooit wat ik gedroomd heb. Maar vandaag wel. Oh, en? Ja, je had alleen geen rol. Tom en Joe wel. Jongens, wij stonden met z'n drieën voor een kledingkast. En we waren half aangekleed. En op de een of andere manier had Tom het plan om een bank te gaan overvallen. Er lagen bivakmutsen, zwarte kleding. Als ik een bank zou overvallen, zijn jullie de laatste twee die ik uitkies. Eentje half gemaakt. Heel even. Ja, oké, schat. Je hoeft niet meteen te acteren alsof je een Oscar wil. Dat zie je echt zo bloed. Zal ik even 19,5 doen voor jou? Oh, als je dat zou willen doen, dan ben ik helemaal... Arnie weet wat je doet. 20, sorry. Nee, de anderhalf. Ik heb nou al 19,5. Nee, dat anderhalf naar beneden, met 20. Een brandblusser in je huis hebben. Nee, maar nu je het zo zegt, is het helemaal niet zo gek idee. Ja, want stel, er breekt brand uit. Nou, dan? Ja, hoeveel mensen zouden echt een brandblusser in huis hebben voor dat soort calamiteiten? Annemarie, heb jij een brandblusser in huis? Ja, in mijn keuken staat hij. Ik heb laatst ook een goede EHBO-kit gekocht. Ja, daar zeg je wel iets, hè? Maar ik ga ook zo'n AED-fibrillator op. Ik moest gisteren mijn auto inleveren bij de leasemaatschappij. Gaat die man eromheen lopen om te kijken of er nog krassen of dingen op zitten. Nou, het was allemaal netjes. Mag ik daar even bij stilstaan? Je hebt in een auto gereden, het was allemaal netjes. Maar ik rij nooit ergens tegenaan. Jij denkt altijd dat ik helemaal niet kan rijden, maar... Maak maar een geintje. Ja, nee, hartstikke goed. Ik had hem dus ingeleverd. Je kan niet rijden.
geitje. Je weet dat hij precies op welk knopje moet drukken. Je zou je gezicht moeten zien. Om mij chagrijnig moeten zijn. Hé, maar dit is leuk. Je had geen deukjes in je auto. Ja, kan ik een stil krijgen van haar gezicht? Dat voelt me zo verongelijkt. En daarna nog een keer de grapje kan niet rijden. Weer intrappen. Jezus. We vieren vandaag jouw 36e verjaardag. En het is hier natuurlijk traditie dat wij elkaar eigenlijk exorbitant grote verjaardagscadeaus geven. Jij kijkt om 6:55 naar RTL Boulevard. Ja, dat klopt. Dat is gewoon je lievelingsprogramma. En dus, lieve Mattie, krijg jij van ons voor jouw 36e verjaardag de RTL Boulevard Mattie Valk Special. Oh, wow! Bekend Nederland, feliciteerd, Mattie Valk. Hey, lieve Mattie, je bent gewoon 36 jaar geworden. Ik vind het knap. Er heerst al lange tijd onduidelijkheid, maar vandaag komen we er eindelijk achter. Is Ria Valk nou wel of niet de moeder van Mattie? Hey, Mattie Valk, wat leuk! Oh, wow. Wat fantastisch gedaan. Arnie, wat stuur je nou allemaal voor vage culturele tips naar me in het parool? Jezus. Weekendtips. Ja, weekendtips. Het zijn echt de meest saaie culturele fucking tips. Een pianomarathon. Je moet toch wat? Een pianomarathon? Nou heb ik helemaal het gevoel dat ik niet cultureel onderlegd ben. Als ik gewoon spelletjes ga doen en ga eten. Ja, er is ook een optie om naar het Fotografiemuseum Foam te gaan. Waar een expositie is over de West-Afrikaanse culturele identiteiten. Ik moet er niet aan denken. Dankjewel voor het kijken en gefeliciteerd. Want we mogen je feliciteren met een leven lang abonnement op ons. Klik snel op abonneer voordat iemand anders hem claimt. Gefeliciteerd. Mattie en Marieke. Q Music. Mattie en Marieke.